Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met twee gasten uit de Tielse politiek. We praten straks met Ans Dukesnooy, zij is de fractievoorzitter van de VVD. Maar nu eerst met Tom van Oostrum en hij is de fractievoorzitter van het CDA. Tom, van harte welkom. Ja. Er gebeurt heel wat hè, op dit moment in de afrondende fase. Dat bedoel ik eigenlijk als het gaat over projecten. Ja, nou, natuurlijk het belangrijkste project wat we nu mee bezig zijn is natuurlijk de West-Luidse Poort. Uh-huh. Als het goed is, dan zal één deze dagen komen, is het gat leeg, zeg maar. Nou, iedere Tielenaar die kent het wel, hè? Die grote bouwput bij de Agnietenhof. Ja, klopt. En dan is het gat leeg en dan komt de betonvloer erin. En dan langzaam zeker wordt alles leeggezogen. En dan worden de wanden opgebouwd. En dan, als ik het goed begrepen heb, binnen een jaar zou er dan in ieder geval op de hoogte van de grond moeten zijn. Dus dan zou feitelijk de garage er moeten zijn. En dan bouwen we op, nog een jaar, dan is het klaar. Het is een duur project. Ja. Loopt dat op schema, voor zover jij dat weet? Ja, zover wij het kunnen beoordelen, loopt het op schema. Dus dat blijft binnen de perken? Ja, vast nog wel. Ja. Daar gaan we vanuit. Maar het is wel veel geld, hè? Het is veel geld, maar ik denk ook wel dat het goed geld is. Want ik denk dat het voor een stad heel erg belangrijk is dat je gewoon een goede culturele voorziening hebt. Ja, de muziekschool is belangrijk natuurlijk. De afschrijving vindt plaats over een periode van 40 of 50 jaar. Ja, daarom is het op zich. Ja, het blijft natuurlijk altijd een hoop geld. Ja. Maar je krijgt ook heel veel voor terug. Ik zei al, muziekschool, dat is ook straks ruimte voor een bioscoop. Ik denk dat voor een stad van Tiel dat ook heel belangrijk is. Zeker. Allerlei culturele mogelijkheden die er nu zijn, kunnen dan wel. Ook de relatie met Agnietenhof kan nadrukkelijker worden gelegd. Schiet me ineens te binnen, hè, want dat wordt zeg maar inderdaad een cultuurcluster. Ja. Wat dat tegen aanhangt is het rechtbankgebouw. Dat is dat niet een gebouw dat bij de gemeente hoort, bij het Rijk. Mm-hmm. Maar dat staat leeg. Ja, dat komt leeg of staat leeg. Ik heb begrepen dat de gemeente in ieder geval het niet gaat kopen, omdat dat toch een aardige investering is. Te kopen is één, maar onderhouden is twee natuurlijk. Mm-hmm. Op dit moment is voor mij onbekend wat voor initiatieven er zijn om er iets moois van te maken. Want ik ben het wel met u eens, of met je eens moet ik zeggen. Dat het wel een heel mooi gebouw is, dat je dat wel voor Tiel zou moeten behouden. En het zou mooi zijn op een mooie manier. Het zou dus ook mooi zijn als dat in de cultuurhoek blijft zitten. Wellicht. Ja. Kijk, de benedenverdieping is het veiligheidshuis, dus in die zin is het niet helemaal leeg. Hè. Het veiligheidshuis vindt daar nog gewoon plaats. Maar de bovenkant, ja, daar zal wat mee moeten gebeuren. Andere projecten die in Tiel lopen, de burensupport, de Zandwijksupport. Kun je daar iets over melden? U tegen me zeggen? Ja. Aanstekelijk. Ja, precies. Eigenlijk is het wel grappig dat de beide projecten die je noemt een beetje in een fase komen waarin we echt wat besluiten moeten gaan nemen. We beginnen met de burensupport, zeg maar de supermarktpoort rond Albert Heijn. Daar zijn nu langzaam zeker ontwikkelingen waarin wij als raad moeten zeggen, nou, zijn dat ontwikkelingen die wij wenselijk vinden op die plek? Dat gaat Tiel niet veel geld kosten, of eigenlijk niet? Dat kan ik niet helemaal overzien. Het is wel zo dat we een behoorlijk bedrag ook van de provincie krijgen om een aantal dingen daar te doen. Met name het slopen van het ABN AMRO gebouw en de parkeervoorziening in die hoek beter maken. Als we naar de andere kant van de stad gaan, de Zandwijkse Poort, zeg maar naast Dijkhuizen, dat gebied. Daar zijn ook plannen om daar een eerste plaats een soort eenlaags parkeren plaats van te maken. Daar wordt nu al volop gewerkt. Ja, precies. Dus daar wordt ook prachtig, wordt ook mooi wat ik begrepen heb. Ook mooi voor de buurt, dus niet alleen maar een plak asfalt en dit is het dan. Nee, wordt ook mooi. En dan, ja, wat CDA betreft, wij wilden toch heel graag dat die plaat, die waalplaat, dan ook echt leeg komt. Ja, want dat is de bedoeling precies. Daarvan. Precies. In de plannen staat nog wel dat een aantal auto's toch nog daar geparkeerd zouden mogen worden. Maar wij vinden eigenlijk dat je het gewoon leeg moet maken. Want dan, ja, dan zit je aan de Waal, kun je prachtige dingen bedenken. Van ja, dat heeft alles te maken met het idee van evenementen, terreinen, gaan zo maar door. Tiel, nu met het gezicht van de Waal af, maar dan omdraaien, ja, dus precies. Naar de Waal toe. En ook eigenlijk, de Waal is een prachtige rivier. Het is een heel mooi gebied. En daar kunnen ook Tielenaren daar meer van genieten dan nu eigenlijk. Ja, en dat is ook de bedoeling daar, hè, zoals festiviteiten, dat ze consequenter gehouden kunnen worden zonder dat het problemen oplevert voor andere partijen. Ja, met name voor de binnenstad. Hè, ja. Want kijk, we hebben Appelpop, prachtig evenement, allemaal heel trots op. Iedereen vindt dat, of de meeste mensen vinden dat heel leuk, is ook mooi. Maar ja, parkeren wordt wel lastig in die twee weken. Ja, klopt. En dat merk je wel. En heel veel ondernemers die zeggen eigenlijk van nou, voor mij hoeft het allemaal niet, het kost mij geld. Ja, kijk, klagen ondernemers vrij vlot. Er zijn natuurlijk ook kansen, hè? Want we hebben ook heel veel mensen in de stad. Het is ook vaak hoe je als ondernemer daarop inspringt. En jij zelf bent voorstander, hè, van dit project. Geef jezelf al aan, samen met jouw partij, het CDA. Ja, wij hebben eigenlijk van begin af aan gezegd, al 10 jaar geleden toen de plannen een beetje concreet werden,
laten we nou van die Waalplaat iets moois maken. Dat is eigenlijk echt een hele grote trekker voor Tiel. Maar vooral ook voor onze eigen inwoners. Ja, je kan daar prachtig flaneren, eten, drinken, noem maar op. Dan krijg je evenementen. De Waalkade in Nijmegen, zo ook in Gorinchem. Ja, ja, dat zou inderdaad de bedoeling moeten zijn. Onderdeel van dit verhaal is zeg maar het aanpakken van dat Waalfront, mm-hmm. Fluvia Tiel. Ja, Fluvia Tiel is de andere kant van de haven eigenlijk. Dat wordt een heel mooi natuurgebied. Dat wordt vooral gemaakt voor de wateropvang natuurlijk. Dan praat je over het vijverterrein, ja. De Willemspolder. Ja, de Willemspolder heb ik het nou bij name over. Het een heel prachtig natuurgebied. Dat kunnen straks, ook voor de wijk Tiel ook die erachter ligt, kan natuurlijk geweldig mooi daar ook met je hond uit lopen. Mm-hmm. Worden mooie paden aangelegd, natuur, moeras, van alles wat. Maar het is een moeilijk dossier, mag ik zeggen hoofdpijn dossier? Nou, kijk, het vijverterrein wat aan de andere kant van de dijk ligt, dat is wel een lastig dossier. Er zijn allerlei belanghebbenden. Want de heer Reuvers is daarbij betrokken, ja. Bouwondernemingen, de gemeente, ja. Heeft al een heel lang traject doorlopen ja, de afgelopen jaren. Een aantal plannen hebben daar ook inmiddels de revue gepasseerd. Als je lang met elkaar in gesprek bent, ja, dan wordt het er vaak niet beter op, zeker als de plannen natuurlijk veranderen. Dus nu komen we in een fase treffen waar we zeggen van ja, we kunnen natuurlijk heel erg lang terugkijken of, van hoe het geweest is. Maar ik denk dat de verstandig gaan doen dat we nu echt met de blik op vooruit gaan. En ik denk dat het voor het belang van, in ieder geval van de wijk Tiel Oost, belang voor meneer Reuvers, al die mensen die daar, de bouwers, noem maar op, die de grond hebben, om daar nu echt met elkaar uit te komen. Dus doorpakken? Doorpakken. Is dat niet te veel blijven hangen in allerlei verhalen van hoe het vroeger was en hoe het misschien had moeten zijn, maar gewoon proberen nu echt stappen te maken. Is dat het standpunt van alle fracties of specifiek nou, van ik CDA? Praat hier namens het CDA natuurlijk. Ik voel wel bij de andere fracties hetzelfde. Dit dossier heeft echt te lang geduurd. Het moet nu echt nu tot een finale einde gewacht worden. En het is natuurlijk onderdeel van dat Waalfront. Ja, precies. Dus dat is goed. Alleen al dat al is dan een argument om daarmee aan de slag te gaan. Als we nou kijken naar de andere kant. Dus dat is het, de Aldi die er nog steeds is. Die verplaatst zou worden in eerste instantie richting Latenstein. Wat nu weer niet het geval is. Want die gaat naar zeg maar het nieuwe kwadrant. Mm-hmm. Hoe is die ontwikkeling daar? Ja, kijk, dat was natuurlijk de bedoeling om daar ooit woningbouw te hebben. Uh-huh. Wat daar nu gaat gebeuren, dat wordt nu is wat onduidelijk eigenlijk. De kans is vrij groot dat inderdaad Aldi daar weggaat. Dan blijft er een plek over. Ja, dan moet je een mooie invulling voor geven. Ik denk nu is het een bestemming om dan vooral woningbouw op die plek neer te zetten. En dat past ook denk ik goed in de wijk als je daarnaar kijkt. We leven toch nog steeds in een wat lastige tijd. Dus er moet ook een ontwikkelaar zijn. Er moeten mensen zijn die zo'n huis willen kopen. Dus ja, dat zal nog wel even duren, vrees ik. Het moet uiteindelijk allemaal wel gebeuren, hè? Ja. Hey, je bent ook betrokken bij Wijk en Buurt. Absoluut. Het jaarthema van de gemeente Tiel. Er komt een Burendag aan. Ja. Wat is dat? Nou, de Burendag, dat is eigenlijk, vind ik dat een heel leuk initiatief. Dat komt eigenlijk van Oranjefonds af. Is er al jaren. En de Burendag is eigenlijk bedoeld om contact te komen met de buren. Want het begint altijd met contact. Als ik mijn buren niet kent en ik heb wat, als ik niet kent, houdt het op. Dus we proberen eigenlijk met allerlei activiteiten met elkaar in de buurt om elkaar beter te leren kennen. Dus als er wat aan de hand is, dat je ook weet wie iemand is en dat je elkaar kan vinden. Ja. Nou, dat varieert van activiteiten die... het gaat wel heel vaak om eten. Grappig, koffie drinken of barbecue. Ja, eten verbindt. Zo is dat. Ja, kijk, wat heel belangrijk ook is, dat Vrijthof heeft bijvoorbeeld heel veel voorzieningen. Mm-hmm. Een heel goed restaurant. Ik kan me voorstellen, je woont in de buurt van Vrijthof. Je bent alleen. Voor weinig kun je toch daar eten en je ontmoet weer mensen. Zijn er nog meer leuke activiteiten? Ja, zeker. Wat ik ook heel erg leuk vind is de navolging. Een clubje mensen daaromheen. De navolging, de begraafplaats. Ja, precies. Die onlangs weer geopend is. Ja. Nou, dat is ook wat in de buurt is toch wat ja, mensen vinden toch een beetje, wat gebeurt er allemaal? Wat zijn de ontwikkelingen daar? Nou, men wil de mensen uitnodigen om daar eens over te praten, met elkaar eens te vertellen van ja, wat is dit en wat gaan we doen allemaal? Ook een stukje onderhoud als het kan, maar dat is niet het allerbelangrijkste. Kopje koffie erbij, gewoon eigenlijk wat koud watervrees, wat er toch wel her en der is, om dat weg te nemen. En dat is ook weer nadrukkelijk bedoeld om de straten rond de navolging, om die uit te nodigen. Tom, wanneer gaat dat plaatsvinden? Dat is op 26 september, op een zaterdag. Uh-huh.
Door de hele stad heen. De Cambievennotenschool is dan open. Westleden, Vigevinnen, hebben dan een ontmoetingsochtend met koffie erbij. Is die lijst nog ergens terug te vinden? Ja, wat we gaan doen, we gaan in ieder geval de lijst willen we graag publiceren in Tiel Actueel. Ja. Dus dat zal de woensdag voor de 26e gebeuren. De Stadstv zal er nog heel veel aandacht aan spenderen, ja. Is me net verteld. Ja, hartstikke goed. En wat heel leuk is, we gaan ook op de dag zelf gaan we met Stadstv op pad. En dan gaan we overal filmpjes maken, impressies maken. Zodat heel Tiel kan zien dat de Burendag leeft. Ja, en tegenwoordig is niet maar alleen heel Tiel, maar de hele regio, hè, dat weet je. Ja, ik heb begrepen inderdaad. Dat, van Delta, Dodewaard, alles tussen de Rijn, ja. En de Waard. Nee, ik ben al blij als de gemeente Tiel kijkt, dus wat dat betreft. Hey, tot slot, wil je nog iets toevoegen aan het gesprek? Nou, ik denk wat ik leuk zou vinden is dat de mensen nog eens goed nadenken over van, kan ik met mijn buurt ook nog iets doen op Burendag? Oh, dat is nog mogelijk. Jazeker, er zijn er genoeg mogelijkheden. Wat we bijvoorbeeld op inzetten is, kijk eens of je met de buurt bijvoorbeeld een soort schoonmaakactie kan doen. Een keer prikken van zwerfvuil en dat soort dingen. Mm-hmm. Kopje koffie erbij, met elkaar praten. Nou, we proberen dat een beetje te stimuleren. Wij zorgen ervoor, de werkgroep zorgt ervoor, dat er zeg maar ook bezems zijn en dat soort dingen. Wellicht heb je mensen op ideeën gebracht. Waar kunnen ze terecht? Op de site van de gemeente. En als het even meezit, komt er straks hier onder beeld ook nog het e-mailadres te staan. Dus, ja, als het niet meezit, dan niet. www.tiel.nl. Ja, absoluut. Ik geloof dat de wijk en buurt, tiel.nl, volgens mij is dat het e-mailadres. Ik weet niet helemaal zeker. Even zoeken, wijs ik vanzelf. Precies, maar dan graag dat doorgeven. En we willen heel graag, de werkgroep wordt heel graag faciliteren om ook voor die mensen Burendag een succes te maken. Mooi initiatief. Tom, bedankt voor je komst. Graag gedaan. De volgende gast in het koetshuis, dat is Ans Dukesnooy. En zij is de fractievoorzitter van de VVD. Ans, van harte welkom. Dankjewel. Is het een spannende tijd in de Tielse politiek op dit moment, of zeg je moi? Nou, moi zeg ik nooit, want het is altijd in ieder geval interessant. Maar echt spannend, nee, dat kan ik je niet zeggen. Wat is nu spannend? Nou ja, als het Tiel aangaat en dat de personen of dat geld kost of dat dingen niet lekker lopen zoals het hoort, dat is spannend. Nou, en dan is het in die zin niet echt spannend, maar het is wel zo dat alles geld kost en dat we heel druk zijn met Tiel bruisender en mooier te maken als het even kan. Ik vraag dat natuurlijk omdat we nu onderweg zijn, hè, met college, met de oppositie en ga zo maar door. Hoe loopt dat? Dat loopt prima. Dat zou je natuurlijk altijd zeggen. Dat denk ik wel, maar aan de andere kant loopt het ook gewoon echt goed. Ik denk dat wij een goed college hebben, dat de samenwerking in het college goed is, maar ook de samenwerking in de raad met coalitie, maar ook met oppositie. Ja. Ik denk dat toch we daar positief over zijn. Toch een aderlating moeten doen. Heske Groenendaal die gestopt is. Ja, klopt. Weliswaar weer een zwaargewicht voor terug, letterlijk en figuurlijk Wim van Baal. Ja. Hoe vind je dat zelf? Nou, ik vind het heel erg jammer dat Heske is gestopt, maar ik begrijp dat 100%. Want, ja, waar was zij goed in? Heske was een echte allrounder, kan ik zeggen. Ja, en Heske een ondernemer, hè? En een ondernemer. En Heske die zette zich 100% in. Maar als je op een gegeven moment, net als Heske, tot de ontdekking moet komen dat niet meer lukt, omdat je andere prioriteiten moet stellen. En in dit geval was dat en haar bedrijf, Metaglas, maar ook haar gezin. Ja, dan begrijp ik dat je die keuze moet maken. Maar ik vind het heel jammer, ook voor mezelf, moet ik eerlijk zeggen. Maar aan de andere kant, Wim van Baal denk ik dat het heel goed overneemt. Loopt ook al jaren mee. Ja, loopt al jaren mee. Ja. Projecten. We zouden er een paar uitpikken. Onder andere we zouden gaan praten, en dat doen we dus ook, over evenementen. Ja. De VVD en ook andere partijen hebben daar ideeën over. Zoals je weet hebben we in juni behandelen we de perspectievennota, zoals dat heet. Dus een soort van tussenreportage. Een soort van tussenreportage. En toen zagen wij, en ook andere partijen met ons, dat wij toch jaarlijks wel heel veel geld uitgeven aan evenementen. Dat gaat om ongeveer €700.000 per jaar. Dat is een flink bedrag. Dat is een flink bedrag. En ik wil niet zeggen dat dat te veel is of te weinig. Dat weten we gewoon niet. Maar wij hebben toen aan het college gevraagd. Dat doe je dan met een motie of een amendement. College,
Laat de raad nu eens in zich, of maak aan de raad inzichtelijk waar dat geld nu precies naartoe gaat. En tegelijkertijd ga met de organisatoren van vooral de grotere evenementen, en die hebben we er nogal een paar in Tiel gelukkig. Dus dan praat je over profronden, appelpop, fruitkorso. Bijvoorbeeld, Tiel pakt uit, hè? Mm-hmm. Dat is ook een groot evenement in Tiel, hè? Wat belangrijk voor de binnenstand. Ga eens met al die organisatoren om de tafel en kijk nu eens of jullie in gezamenlijkheid niet kunnen komen om dingen anders te doen, zodat ze ook goedkoper voor de gemeente worden en misschien ook wel beter voor de evenementen. Dat weten we niet, maar wij hebben, wij hebben dat gevraagd aan het college en het college heeft die handschoen opgepakt. Dus wat is daaruit gekomen rollen tot nu toe? Nog niks, want daar hebben ze wel lange tijd voor nodig. En we hebben ze ook de tijd gegeven tot oktober volgend jaar. Vorig jaar. Nou. Maar de VVD zal de VVD niet zijn als daar eigen ideeën ook al zijn. Nou, de VVD die denkt gewoon... Noem eens een voorbeeld. Ik heb daar niet concreet voorbeelden over, omdat wij niet in die organisatie zitten. Maar wij denken gewoon dat als je kijkt naar bijvoorbeeld de ambtelijke uren die erin gestoken worden om die evenementen mogelijk te maken, dat daar misschien toch wel door gezamenlijk op te treden, dat daarin bezuinigd kan worden. Maar een echt concreet voorbeeld heb ik niet. Nee, maar dat is ook niet precies de bedoeling. Het gaat om richting aangeven. Ja, dit is een hele mooie en goede richting. Ja. En kijk daar gewoon eens met z'n allen naar. Misschien kun je regels versoepelen of versoberen. Ik weet het gewoon niet. En zijn er ook niet te veel evenementen in Tiel? Dat denk ik niet. Ik denk dat als je een stad bruisend wil houden en zeker naar de toekomst toe wil zorgen dat de mensen naar Tiel komen, want het is natuurlijk wel de bedoeling als je een kind Tiel geweest bent, dat je terugkomt, dan denk ik dat die evenementen een uitstekend doel zijn om dat te bereiken. Ja, en het geeft ook de eigenwaarde van de stad een positieve boost. Ja, ja. Nog meer zaken die er spelen. Wij hebben afgelopen raadsvergadering, en dat is een beetje inhakend op hetgeen wat je net vroeg, hebben wij samen met het CDA hebben wij een motie ingediend om te komen tot het gratis parkeren op onze parkeerterreinen rondom het centrum in de maand december. Ja, de maand van... De koopmaand, zeg maar. Koopmaand, er zit Sint-Nicolaas in, kerst. En, maar die heeft het niet gered. Nee, jammer genoeg heeft hij het niet gered. Alleen ProTiel is met ons meegegaan. Ja, andere partijen hadden daar andere opvattingen over. Nee, maar er waren partijen die zeiden, ja, was een neus. Want de zondagen, de extra zondagen, die waren al parkeervrij. Ja, dat kan wel zo zijn. Maar ik denk gewoon, als je als Tiel gewoon kunt zeggen van mensen, de hele maand december is het hier gratis parkeren, dan denk ik dat daar toch een positieve invloed naar kan hebben, vooral ook voor bezoekers van je stad, dat ze denken, nou ja, we hoeven ook niet te denken, mogen we nu gratis parkeren, is het volgende week, is het dan of dan. Gewoon de hele maand december gratis parkeren. Maar ja, goed, andere partijen dachten er anders over. Dat zou het een beetje een ton gekost hebben, hè, als dat doorgegaan was. Nee, zo kun je dat niet zeggen. Het zou bijna een ton minder aan opbrengst in het parkeerfonds hebben. Maar dat wil niet zeggen dat het ook een ton kost. Nee. Dat moet je anders bekijken. Was dat de reden dat andere partijen niet meegingen? De redenen dat andere partijen niet meegingen waren eigenlijk divers, maar veel vonden gewoon dat we het breder moesten zien. En dat niet alleen op december moesten focussen, maar gewoon... ook dat niet eens, maar dat we gewoon eens meer moesten kijken van wat kunnen we nu voor die binnenstad doen. Dus het breder trekken. Alleen, ja, wij vonden gewoon dat december daar die maand uitstekend geschikt zou zijn. Professor Molenaar, Cor Molenaar, is in het voorjaar hier in Tiel geweest. En die heeft een tijdje geleden een stuk geschreven in de Telegraaf, meen ik. En die had onderzocht dat in Engeland was een plaatsje en daar waren 2 weken lang de parkeermeters kapot. Dus iedereen kon daar gratis parkeren. En de omzet voor de winkeliers steeg met bijna 50%. Dus dat is ook een van de redenen die wij aangenomen hebben om te zeggen van laten we dit ook eens proberen. En na afloop is aan die ondernemers vragen wat heeft het nu opgeleverd? Heeft het ook echt geholpen? Ja. Oftewel, gemiste kans voor Tiel volgens de VVD en ook het CDA. Vind ik en zeker. ProTiel. Ja. Jammer. Gezondheidszorg. Ja. Jij bent daar zelf ook bij betrokken. In ieder geval in die zin dat je regelmatig de vinger aan de pols legt. Ja. Hoe staan we ervoor? Ik denk dat wij als Tiel het goed doen. Jammer genoeg is het niet zo dat we al resultaten... Zoals je weet zijn er dus de 3 decentralisaties, zoals je dat noemt. Hè. Mm-hmm. Er zijn heel veel taken naar de gemeente Tiel toegekomen. Dus overigens naar alle gemeenten in Nederland. Dat is in 2015, dus januari, opgestart. Zover als we nu kunnen beoordelen, loopt dat goed. En ze hebben ook gekozen voor een zachte landing. Ja, maar dat is heel veel onzekerheid, hè? Er is nog steeds veel onzekerheid. En dat komt eigenlijk omdat je natuurlijk ook
met iets nieuws bezig bent. Mm-hmm. Maar het is wel zo, en daar kijkt denk ik de hele politiek naar en de VVD zeker, dat iedereen die hulp nodig heeft, moet het nog steeds krijgen. En ik ben ervan overtuigd dat ze het ook krijgen. Dus dat mag ook geen bletsel zijn. Nee. Maar het heeft alles te maken natuurlijk weer met centjes. En wat komt er uit Den Haag uiteindelijk? Ja. Voor dit jaar weten we dat. Ja. En ook voor volgend jaar hebben we een indicatie. We weten dat we hier en daar op zullen moeten bezuinigen. Het college is daar druk mee. Er is natuurlijk wel een probleem, omdat we nog niet weten wat is er tot nu toe uitgegeven. En daar hameren we als raad heel erg op. De VVD zit daar natuurlijk ook bovenop. Ja, en, je zegt zelf van tot nu toe gaat hij goed, maar kijk naar het voorbeeld Rotterdam. Ja. Die zijn toch ook geconfronteerd in één klap met heel wat tekorten. Ja, ja. Kan zomaar gebeuren dat dat natuurlijk ook Ik denk niet dat dat zo gaat gebeuren, dat hopen we. Maar ik denk ook dat door de manier waarop wij werken hier in Tiel, dat eigenlijk niet zou mogen gebeuren. Maar je weet het natuurlijk niet helemaal zeker. Spannend dus. Wat dat betreft is het spannend, ja. De wethouder, doet hij het goed? U bedoelt meneer Melers, onze wethouder? Ja, en Driessen. Driessen, die zijn erbij betrokken. Ja. Ja, zover als ik weet doen die dat goed. Nee, niet zover als ik weet, ze doen het gewoon goed. Precies, ja. Dus een pluimpje voor die twee. Een pluim voor die twee, ja. Nou, mooi. Zijn er nog meer mensen die een pluim verdienen in de Tielse politiek? Nou, dat is een beetje een retorische vraag, denk ik, maar ik denk dat wij het als raad, laat ik het zo zeggen, dat we goed bezig zijn in Tiel. Ja. Maar vind je dat zeg maar oppositie en coalitie prettig met elkaar werken? Ik heb namelijk de indruk dat de oppositie heel wat steken laat liggen. Ja, dat kan ik niet bevestigen. Ik denk dat we goed samen... Nee, zou je ook niet doen, maar nee. Het komt natuurlijk wel mooi uit. Ik vind dat wij goed samen kunnen werken met elkaar, ja. Nou, vind ik echt. Oké. Okay. Ja. Nou goed, dan laten we dat wat dat betreft erbij. Ja. Nog meer zaken? Er zijn altijd zaken die je wil bespreken natuurlijk, maar ik denk... Nou, je hebt nu het podium. Ja, dat is mooi dat ik dat heb, ja. Nou, ik denk dat wij bezig zijn om Tiel echt op de kaart te zetten. We zijn natuurlijk aan het proberen om toch die regiofunctie te versterken. Dat doen we goed, hè? Dat doen we zeker goed, ja. En ik denk gewoon dat we als Tiel goed uit de verf komen op het moment. Ja, en ik denk dat de VVD daar ook echt een steentje aan bijdraagt. Nou, mooi. Hey, mag ik je danken voor het gesprek? Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Natuurlijk zijn wij er volgende maand weer. Graag tot dan.